Wat is de rationale van de Maghrib? De Maghrib-studie was het bekijken van het nut van een vaccinatie tegen een bepaald eiwit op de cellen van niet-kleincellige longkanker bij patiënten die geopereerd werden in de hoop de overleving van geopereerde patiënten te verbeteren. Dat was belangrijk omdat het laatste goede nieuws in die context was eigenlijk het verschijnen in 2004, dus 10 jaar geleden, van de eerste grote studie, de International Adjuvant Lung Cancer Trial, waaruit bleek dat chemotherapie na operatie de overleving inderdaad verbeterde, maar de cisplatine gebaseerde chemotherapie na longchirurgie wordt door veel patiënten niet zo best verdragen. Dus na 10 jaar was er zeker een wens van andere middelen te hebben om die patiënten een betere uitkomst te geven. En dus de Maghrib was een heel grote wereldwijde studie die eigenlijk een vaccinatie, dus het immuunsysteem leren te reageren tegen bepaalde eiwitten. Het eiwit in dit geval was MAGE-A3, dat uitgedrukt is in ongeveer 1/3 van de cellen bij patiënten die geopereerd worden voor longkanker. Dat is een goed verdragen therapie, gezien het om een vaccinatie gaat. En dus de bedoeling was met een goed verdragen therapie de uitkomst van geopereerde longkankerpatiënten te verbeteren, net zoals 10 jaar geleden het geval was voor cisplatine-gebaseerde chemotherapie. Kunt u aangeven welke patiënten geïncludeerd werden en hoe ze zijn behandeld? Dus de patiënten die geïncludeerd werden, waren patiënten met geopereerd stadium 1B, 2 en 3A. En de patiënten werden behandeld met de standaardzorg. Dit betekent, ze werden geopereerd. Als de tumor volledig weggenomen was, kregen ze in stadium 1 geen chemotherapie. Kregen ze in stadium 2 en 3A wel chemotherapie. Sommige 1B-patiënten met een grote tumor kregen die ook. Maar dat is de standaardzorg. Na de standaardzorg werden de patiënten gescreend op de aanwezigheid van het MAGE-A3-eiwit. En dat waren ongeveer 14.000 patiënten die gescreend werden. Daarvan hadden inderdaad ongeveer 1/3 het MAGE-A3-eiwit op de tumor. En dan, omwille van de geschiktheid voor deelname, werd uiteindelijk ongeveer 2300 patiënten gerandomiseerd. 1500, want het was 2-op-1, 1500 kregen de vaccinatie. En die bestond uit een toediening intramusculair, 5 keer om de 3 weken en daarna 8 keer om de 3 maanden. Dus een totale behandelduur van 27 maanden. En de andere 750 patiënten kregen identiek hetzelfde schema met een placebo-injectie. En wat waren de primaire eindpunten van deze studie? Wel, het primaire eindpunt was eigenlijk het verbeteren van de ziektevrije overleving, wat een goede parameter is in een studie na chirurgie, dus overleving, ziektevrije overleving. En in 3 verschillende groepen, enerzijds de groep in zijn geheel, anderzijds de groep van patiënten die na de chirurgie geen chemotherapie kregen. En tenslotte de groep patiënten waarvan vroeger onderzoek aangetoond hadden dat er een mogelijke biomarker was wie eigenlijk meer kans had van goed op die vaccinatie te reageren. Ook in de subgroep van patiënten met die biomarker gingen we kijken of die biomarker kon gevalideerd worden. En dat was eigenlijk het 3e primair eindpunt. En wat zijn de belangrijkste resultaten? En heeft u ook nog in die 3 subgroepen verschillen kunnen ontdekken? De belangrijkste resultaten zijn teleurstellend voor de patiënt en voor al de artsen die eraan meegewerkt hebben. Omdat de ziektevrije overleving werd niet significant verbeterd in de totale groep. We hebben heel veel subanalyses gedaan natuurlijk. Dat kan je ook in een groep van 2300 patiënten. Maar alle subanalyses, hoe we ze ook bekeken, en we hebben het echt gedaan van links naar rechts, van boven naar onder en in alle mogelijke richtingen. In geen enkele subanalyse konden we eigenlijk een voordeel vinden, een significante verbetering van de overleving in de groep die het actieve vaccin kreeg versus het placebo-vaccin. En heeft u een verklaring waarom vaccinatie in deze groep patiënten niet gelukt is?
De verklaring is waarschijnlijk de verklaring die geldt voor heel veel vaccinatiestrategieën bij longkanker. Namelijk dat longkanker heel sterk in het milieu rond de tumor een onderdrukking van het immuunsysteem induceert. En wat we dus zien met dit soort behandelingen zoals MAGE-A3-vaccinatie, is dat je wel degelijk... Je genereert wel degelijk antistoffen, cellen die tumorcellen kunnen kapotmaken, wat de bedoeling is in de adjuvante setting na chirurgie. Die genereer je wel degelijk, je kan die ook meten in het bloed, in de circulerende pool. Maar waarschijnlijk, als die tools die op zichzelf wel effectief zijn, als die in de omgeving van de tumor komen, worden die eigenlijk lamgelegd. Door het zeer sterk immuunsuppressieve, door de zeer sterk immuunsuppressieve omgeving die zich rond longtumoren afspeelt, en waar ook al heel wat verklaringen en mechanismen van bekend zijn. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom de vaccinatie die op zichzelf werkt om effectief middelen die tumordodend kunnen zijn op te wekken, waarom dat eigenlijk als principe klinisch in een grote fase 3-studie dan niet werkt om uiteindelijk het lot van de patiënten te verbeteren. Kunt u aangeven wat de implicaties zijn van deze resultaten voor het toekomstige onderzoek? De implicaties zijn denk ik tweeërlei. De ene implicatie is dat het onderzoek van adjuvante behandelingen na longchirurgie een heel moeilijk en lang onderzoek is. Ik heb juist gezegd, het was van 2004 geleden dat we een stap vooruit gezet hebben. Het betekent dat naast een aantal andere onderzoeken die we recent hebben zien falen, zoals de blokkade van EGFR, ook deze strategie nu eigenlijk gefaald heeft. Dus het betekent dat dat onderzoek ook in grote groepen, en je hebt grote groepen nodig in dat onderzoek, dat het heel moeilijk vordert. Spijtig genoeg voor onze patiënten. Anderzijds betekent het ook dat de strategie van enkel vaccinatie met de middelen zoals we ze nu hebben, bij longkanker waarschijnlijk niet goed werkt en dat we dat nu vrij definitief kunnen zeggen. Het voordeel van deze grote studie is dat ze, mijns inziens, goed ontworpen was. Heel veel patiënten had dus ook voldoende kracht gehad als studie en ook een definitief antwoord gegeven heeft. Dat we dit soort van vaccinatie werkt bij patiënten met longkanker niet en we moeten dus zoeken naar andere wegen. Andere wegen zouden kunnen zijn dat we proberen iets te doen aan dat immuunsuppressieve netwerk dat een longtumor rond zich heeft. En dankzij de verdere kennis van de biologie zijn met name de immunomodulatoren, men noemt soms ook checkpoint inhibitors, die dus ingrijpen juist in die immunosuppressieve omgeving om de balans terug te keren, om de immuniteit rond de tumor duidelijk meer te activeren. En er zijn signalen vanuit patiënten met metastasen, niet in deze setting, maar patiënten met metastasen, dat dit ook werkt bij sommige patiënten. En dat we daarmee misschien het vijandige immuunsuppressieve milieu van longtumoren kunnen veranderen, wat op zichzelf al waardevol is. En het zal zeker de moeite zijn om in de toekomst te overwegen de combinatie te maken tussen vaccinatiestrategieën en immunomodulatorenstrategieën. En ik denk dat dat een van de mogelijkheden is die we in de toekomst verder gaan moeten onderzoeken. Maar zoals gezegd, in de adjuvante setting, bij geopereerde patiënten, het is altijd een werk van lange adem.